Wilders gaf Jetten ongelooflijk op zijn donder tijdens het debat van het Zuiden. Laten we kijken. Nederland heeft, meneer Jetten, niet behoefte aan een spreidingswet. Nederland heeft behoefte aan minder asielzoekers. Als u zegt, ik ga ze verplicht de gemeente door de strot duwen, dat horen ze in half Afrika via de tamtam. En dan komen er nog alleen maar meer mensen naar Nederland. Dus dat moeten we niet hebben. We moeten geen spreidingswet hebben. We moeten een wet hebben die ervoor zorgt dat er minder mensen in Nederland binnenkomen. Dit is de, heel kort. Kijk, dit is natuurlijk, dit is de haatprediker van rechts die we kennen. En dit is dus wat D66 wil. Meer asielzoekers naar Nederland, een hogere woningnood, meer overlast en gemeentes verplichten om die asielzoekers op te vangen. Dwang en drang, totalitarisme en decadentie. En dat is dus precies waarom mensen zo ongelooflijk klaar zijn met D66. Als het aan Jetten ligt, stroomt Nederland vol met asielzoekers. Neemt de overlast toe, neemt de woningnood toe, neemt de regenbooggekte toe en neemt de klimaatwaanzin toe. Overal schadelijke windmolens, een CO2-budget, minder vlees, meer insecten, minder vliegen, minder auto's en meer controle. En niet te vergeten, een digitale euro, een digitale Europese identiteit en iedereen die daar kritiek op heeft is een extreemrechtse, complotdenkende haatprediker. Maar gelukkig is er bijna niks meer over van D66. Stem woensdag op Forum voor Democratie.